Je mag kritisch zijn op Sosa en op Marta. Toch? Ja, tuurlijk. Ik vind echt waar... Even jullie twee moet Sosa nu echt finaal afzagen. Kijk, ik heb geen autoriteit. Ik kon niet goed voetballen. Ik kon omschrijven. Maar jullie, jullie hebben gevoetbald op niveau. Maar Sosa, hoe die er al bij staat, die heeft er toch gewoon geen zin in. Die zit er gewoon zijn geld te pakken. Nou, maar die heeft ook niet volgens mij het besef dat hij op het veld staat. Weet je, hij heeft dan bij... Nee, je doet het goed. Ga door, Andy. Ja. Maar waar staat hij dan in gedachten? Ja, weet ik niet. Hij is ergens anders. Misschien wel met geld tellen, maar wat jij dan zei. Maar nee, het is niet aanvallend. Het gek is, vorige week toen hij erin kwam tegen PSV... Ja, deed hij het dan niet zo slecht. Nee, dat klopt. Hij heeft een heerlijk voorzetje. Kan niet anders zeggen. Ook, nu ook weer tegen Heerenveen was hij ook weer betrokken bij een goal, hè? Die voorzet. Maar die... hoe heet die? De tegenkool bedoel je? Oksespan, hè? Ekpom. Ekpom? Ja. Oksespan. Die scoorde, maar dat was ook wel weer aanvallend. Heeft hij best wel een goede, goede trap. Maar verdedigend is het gewoon... Hij, ook als hij moet reageren. Hij reageert pas als de tegenstander de bal heeft. Je moet dan gewoon terugzakken en dan die lijn houden. Maar bij Ajax, Soetolo, maar je ziet ook... Telen laat ook heel vaak een man weglopen. Laten heel veel mensen die doen allemaal foute dingen.